Hoi hoi en welkom bij Maxime en de family. Het is vandaag weer geen vlog. We gaan Japans snoephoed proeven. Ik zag het hier allemaal zien liggen. Het komt van mostcutest.eu, denk ik dat erop staat. Ja, ja. Ja. En daar kun je dus alles Japans op bestellen. Niet alleen snoephoed, maar ook squishies, van die plusje knuffeltjes. Van die wasabi tapes, ik weet zelfs niet hoe je het zegt. Maar alles Japans vind je dus daarop. Wij hebben ons laten gaan in Japans snoepgoed. Omdat we dat eens wilden testen. We hebben absoluut geen idee waar het is. We hebben het allemaal liggen bekijken. En op sommige dingen, maar ik denk echt op 1/4 waar dat hier ligt, zal er zoiets op staan wat dat is. Maar voor de rest... Allee. Ik kan dat niet lezen, maar ik vermoed met dat rood peperke dat dat heel pikant gaat zijn. Maar dit voor de rest is echt geen idee. Koekjes, koala's, koekjes met aardbeidsmaak. Maar we gaan eraan beginnen en we gaan zien wat we ervan zeggen. Dus Catharina, haar gezicht, dat gaat er sowieso zien, hè, wat hij ervan vindt. Wij kunnen ons nog een beetje inhouden, maar ik denk dat we beter gaan beginnen met de dingen die we echt niet kennen. En dat we zo die koekjes tot het laatste kunnen houden. Wil je met deze beginnen? Ja. Oké. Okay. Tada! Dus we gaan de deze doen. Oké, okay, dus dat is, we gaan dat eerst even... Dat is raken. Dat is zoiets heel plakkerig. Oeh, ja. Raken, lekker. Dus als Catharina mag het eerste hapje doen. Doe maar een hapje en daarna de papa een hapje. En daarna ik, hè. Maar het ruikt wel lekker. Wat denk je? Hier dan. Ik heb mijn brood erop gedaan. Je hebt niet gebeten, jongen. Kom op. Hop. Geen diva's aan. Dat is eten voor mij, zo. Het is niet gewoon lekker, maar het is niet lekker voor mij. Dat is op zich niet slecht. Maar heel... Heel koei. Maar dat is op zich wel niet slecht. Nee. Dus deze is Pocky Mango. En dat is toch voor mama. Ruikt wel lekker. Echt mango. Ja. Dat is op zich wel lekker, hè? Ja. Soft en sweet, dat zien ze precies uit, gelijk als muizekjes. En dat maak ik dus niet. Maar mochi. Wil je eens proeven? Ik vind dat op zich niet slecht, maar voor mij is een textuur ook gewoon wat anders. Maar echt niet slecht. Ja, zo, blueberry yoghurt gummy. Oh my god! Echt zo'n gummy, gelijk als dat we kennen. Het ziet ook een poesjesvorm. Ja, wel schattig. Nog lekker. Echt een gummy, hè? Ja. IJsbeertjes? Ja. Dat is gewoon een snoepje. Ja? Dat is precies zo'n gummibergje. Met dan ook nog zo'n zacht, precies een zacht palmpje. Geen idee waar dat erop staat, maar we gaan deze doen. Dat is precies zo een koekje gewoon. Dat is echt gewoon een koekje met chocolade in. Oké, de volgende. De blauwe of de witte? Geen idee meer wat het is, maar we gaan zien. Ah, precies, dit of dit? Dat is koud, hoor. Ja. Mag ik dat? Mag ik koud? Nee, liever niet. Liever niet. De laatste dat we hier hebben is iets wit. Ook weer geen idee wat het is. En wie gaat er als eerste proeven? Papa? Ik. Ja? Ja. Oké. Welkom! Ik heb nog een nachtje. Caplico. Ja. En dan Japanse tekens. Echt? Oh, echt zeker de moment dat ik lekker. Te zien. Oh ja. Dat is kei schattig. Dat ziet er uit als een chocolaatje. Lekker. In zo'n aardbeivormje. Oh, man. Dat is goed. Dat is echt goed. Wat doen we nu?
snoepje. Vind je, we moeten nog keihard veel snoepen. We moeten echt nog veel snoepen. Huh? Mmm, nee. Dat is goed. Eat me zombie. Dat is de blauwe vis. Het heeft een blauwe kant en een grijze kant. Want... Dat is zo wat het koekje van de... Precies iets dat je zo in de kerk krijgt, hè? Zo'n hostie. Nee, dat zijn de centwafelkoekjes van textuur. Ja? Ja. Van textuur wel. Papa. Papa. Dit, laat eens in de vis. Dat kan ik zo maar hierop. Ja, niet precies zintwafel met aardbeienmoes in. Ja, dat is lekker. Nou, ja, lekker vis. Ook weer zo van die gooey bolletjes zijn. Ah ja, dus dat. Slecht is dat niet. Maar heel zoet. Penguin chocoballs. En het is lekker. Ja, ja? Zit dit in, hè? Maar best niet van karamellig. Kijk, hè? Zo, een soort rek of zo. Ja. Dan hebben we iets van cola's. Ja, 1, 2, 3. Oh, lekker! Echt lekker! Dat zijn de cola snoepjes gelijk als we ze kennen, hè? Ja, die we kijken. Ja, dat zijn echt gewoon de Coca-Cola die we kennen. Maar ik kan niet lezen wat het daarop staat. Maar dat is een soort cake met aardbeienvulling in, denk ik. Een zo'n vriendje. Ja, ik vind het goed. Ja, dat is lekker. Dan hebben we, die zakjes er al aan, de Pikachu. En daar zit dan zo een koekje in. Welke heb je? Kijk jij er maar bij? Zo. Nee, wel heel zware chocolade geur. Dat is echt een goede chocolate chip koekje. Kijk, chippies. Mm-hmm. Echt cool, ja. Deze. Ik kan er ook weer niet aan uit wat er op staat. Maar we gaan papa eerst laten proeven, want als dat pikant is. Ja. Oh, het is lekker. Het is lekker. Mm, en dat is lekker, precies van Lay's, want het symbool is van. Frito-Lay. Ja. Ziet er zo wat. Lekker! Lekker! Mijn, dat is echt wel goede chips. Dat is heel erg gedaan. Dat trekt op die. Mikado's. Mikadootjes die dat wij hebben, hè, dus. Wajo! Wajo! Oh, lekker! Maar dat vind ik gekozen. Almond Crush staat erop. Lekker! Dat zijn de stokjes echt wel dikker als de Mikado's hier, hè. Ik vind deze lekkerder. Ja? Ja. Ik wou zeggen, een deel vind ik lekkerder. Dit is subtieler. Ik vind je chocolade zwaarder daar, dat vind ik goed. Ja, dit is... Ik vind die ook goed, dit ik eet graag pure chocolade, maar ja... Dan vind je dat beter. Dit is zeker een slecht, echt ook okay, lekker, maar... Voor mij zou laten kiezen dat ik de pepper wil kiezen en jij dan de pokkie. Dat is goed. En ik kies ook voor de peppie. Ik moet niet delen, man. Dat is een heel grappige dag. Dat is hem. Oh ja, Gaan we eens proberen? Ja. Ja. Pak deze. Pico. Oh, lekker. Ik wou te zeggen, een mengeling tussen de cream en chai is wat meer. Pickles vind ik het niet direct. De pickles is te zacht. Het wordt zacht. Ik pak er zo weer. Het kan lukken. Wel ook. Het kan lukken. Ik vind precies zo. Het doet me denken aan zout en vinegar in het begin. Ja, ja. Zo, als je hem in een mond steekt, zout en vinegar. Maar dan had hij en dan verandert het naar de cream and chai smaak. Mm-hmm. Hm? Heel goed. Heel goed. Lekkere saltie. Deze gaat chips zijn voor Steven alleen. Vermoed ik. Want daar staat echt op dat allez. Voor boze meneertjes. Mijn vriend, maar dan gaat mijn mond in brand staan, zo. Oh, nee. Dat is niet voor u. Nee. Maar wel lekker. Oké, we hebben even een korte pauze genomen. Jelle gaat daar niks van gemerkt hebben, maar... Het is al... Veel snoepjes. Veel snoepjes geweest, hè, vriend. En ik heb
zeggen, we gaan een mascot bij. We gaan voor de deze gaan, hè. Bitter, karamel. Zijn ze nu met ik. Dan deed een karamel, een koffietoets. Ja, koffie, karamel. Hm? Ik mag wel geen koffie, dus. Jij ook niet? Nee. Nee, ik ook niet. Geen idee. Hm? Het zijn echt gewoon koekjes, vriend. Mm-hmm. Goed, meis. Ja? Een beetje licht van popcorn. Koala koekjes. Die kende je denk ik van op school of zo. Ja. Ja, die had je al eens niet gegeten? Nee. Ah. Zie, moes schatten. Ze zijn zelf in de vorm van een koalaatje. Ja, proeven? Ja. Oh. Met een hart. Die is een hart. En dat is niet zo in koekjes. Nee. Dat is een heel ander. Een heel ander soort koekje, hè? Nee, een grote doos. Een heel grote doos met koalaatjes. Is dat hetzelfde? Ik weet het niet. Ook een lotto is dat, hè? Ja. Wat was het anders? Ja, ik zie het, schat. Dat zal gelijk was bij ons. Dan anders. Dat is wel goed. Dat is zo'n doos. Maar daar zitten allemaal aparte verpakkingen. Dat vind ik wel goed gedaan. Dat is heel goed, maar we gaan die niet allemaal open doen, hè? Dat moet ik zelfs doen. Oké. Oeh, rakjes. Oeh, dat is bitterf. Aardbei weer. Ja, ik heb al genoeg aardbei binnen. Wacht, ga je dus vast. Ga je het laten zien? Moet je echt heel stil houden, ze schat. Wacht, ik ga hem even vastpakken. Ah, die heeft een birthday cake. Die is kei schattig. Hap. En dat er aardbeien in zit. Ja. Oh ja. En is deze echt de koekjesvorm terug, of niet? Ja. Ja. Maar deze vind ik speciaal, man. Dat is echt popcorn, ja, hè? Ja, precies. Dat is smaak van popcorn. Ah ja, corn snack. Ah, echt? Oké. Okay. Corn, ja. En deze ziet er echt wel heel plezant uit, want dat is Lego. Dat zijn van die Lego steentjes. En dan hier vanachter zie je hoe je dat moet maken. En dan maakt hij dus echt zelf je snoep in Lego blokjes. En dan kunnen we dat blijkbaar zelfs bouwen op elkaar. Dus dat gaan we van de week eens samen proberen te maken. Ja. Dan zal ik dat zeker ook vloggen. Dus in de volgende vlogs gaat dat wel komen. En dan hier hebben we nog zo eentje. Dat is ook een do-it-yourself. Ja. En dat is dan zo een pandabeertje en een konijntje. En dan staat hier ook weer van achterop hoe dat je dat juist allemaal moet doen. Stel dat je daar toch niet aan uit kunt. Ik weet van de mevrouw die dat most cutest heeft, dat je die altijd mocht sturen als je er vragen zijn. Die zijn super vriendelijk, die antwoorden op de dag zelf. Ja, echt super leuk. Je moet ook. Dat was heel snel hier, ja. Je moet zeker, want ik en ons Catharina zijn verslaafd aan die haar Instagram pagina. Most cutest NL. Dat is denk ik haar Instagram. Even zien. Ik weet wat je goed kunt zien. Als ik kan inzoomen. Ja. Die doe van die inpakvideo's. Is dat? Dat die zo laat zien dat ze zo alles in een doos inpakt. Ja. Dat is echt, dat is super leuk voor te zien. Ik word daar zo helemaal zin van voor dat gekrakel van al die pakjes te horen. Dat is zo precies zo ASMR of hoe noemt dat? Ja, ik vind dat gewoon echt keiplezant. Dus volg die zeker op Instagram, want echt top. En dan hoop ik dat jullie deze video ook heel plezant vonden. We hebben nu geen gekke bekken getrokken, want er was eigenlijk niks slecht. Nee, alles was in orde. Ja, het was echt heel goed. Moest het leuk vinden, doe zeker thumbs up. Als je iets hebt aangekocht, laat dat ook even weten. Want ik ben wel benieuwd wat jij zou aankopen van Japans snoepgoed. En wat je ervan vindt. Ah. En als Catharina zegt comments, maar eigenlijk hebben we dat al juist gezegd. Dat is een commentaar. Een commentaar. Sorry! En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan ook even. Dat is volledig gratis. En dan mist je niks van onze volgende video's. Wij uploaden dag wel, dag niet, dag wel, dag niet, dag wel, dag niet. Tot de volgende!